Landstede Basketbal is het jaar 2018 goed begonnen. In een ware topwedstrijd behoudt de formatie van coach Herman van der Belt haar ongeslagen thuisstatus. De Zwollenaren winnen zondagmiddag verdiend en op teamkracht met 69-65. Leiden is dominant in het eerste kwart, maar ziet dat nauwelijks vertaald in de score. Carrington Love opent de score en ex-Zwollenaar Clayton Vetti voegt daar twee vrije worpen aan toe. Via drie punten haakt de thuisploeg aan. Olaf Schaftenaar verkleint de eerste achterstand. Sharon Dorsey Walker schiet van ver binnen, maar de Leidenaren spelen sneller en zijn secuurder. De Hemmers grossieren in turnovers en gedwongen schoten. Uiteindelijk staat de teller op 19 maal balverlies. Via opnieuw Vetti wordt het 10-18. Carrington Love ontfutselt Mike Schilder de bal en scoort. De Zwollenaren knokken terug en via drie punten van Ralf de Pachter en Jordan Gregory staat het gelijk, 20-20. Met zijn enige score is het Nigel van Oostrum die in de slotseconde van het eerste kwart de eerste Zwolse voorsprong op de borden schiet. Het is 22-21. Jordan Gregory schiet van ver nog maar eens raak en laat Jesse Vorn voorbij vliegen om een eenvoudige twee punten aan zijn totaal toe te voegen. Maar ZZ Leiden zit net wat beter in de wedstrijd. Na een assist achter de rug van Nigel van Oostrum op Noah Daalman vallen de Zwollenaren helemaal stil. Twee driepunters van Carrington Love en enkele slangenbewegingen van Worthy de Jong dragen bij aan een 0-11 run. Bij 31-39 is het eindelijk Franco House die doordrukt. Bij 34-41 is het tijd voor bezinning. Na de rust staat er een geheel ander Landstede op het veld. Worthy de Jong zorgt voor een drie punten voor de maximale Leidse voorsprong van 34-44. Maar dan is het klaar. Landstede verdedigt intens en in het derde kwart scoort Leiden maar 5 punten. De Zwolse ploeg daarentegen scoort 19 punten. Jordan Gregory is bloedfanatiek en haarzuiver. Met een driepunter en een razendsnelle score op de break toont Dorsey Walker aan dat de Hemmers terug zijn. Met nog 10 minuten te gaan is het 53-46. Franco House en Jesse Vorn wisselen driepunters uit. House en Gregory zorgen vervolgens voor de maximale 60-49 voorsprong. Basketbal blijft echter een sport van runs. Leiden knokt zich onder aanvoering van snelheidsduivels Love en de Jong terug. Als de Jong op de break dunkt, is het tijd voor een Zwolse time-out bij 60-56. Er staan nog dik 3 minuten op de klok. Niet veel later, bij 66-65, is het wederom Landstedencoach Herman van der Belt die zijn mannen naar de kant roept. Na de onderbreking begaat Mike Schilder een fout op Clayton Vetti, die de Leidenaren weer op voorsprong kan zetten. Vanaf de vrije worplijn faalt hij 2 maal. Jordan Gregory schiet na een fout wel 2 maal raak. Het is 68-65. En vanaf dezelfde vrije worplijn schiet Olaf Schaftenaar 69-65 op het bord. En daarmee wint Landstede de wedstrijd.